De Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vele nieuwe gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat verkozenen die al over de nodige politieke ervaring beschikken, maar die nu de stap zetten naar het Vlaams halfrond. In de serie Nieuwe Leeuwen maakt Actua TV tijd voor een diepgaand gesprek in de koepelzaal aan de start van een nieuwe legislatuur. Een gesprek over inzet, ambities en verwachtingen. Ik ben Martien Taalman, Open VLD uit de Antwerpse Kempen. Sinds 25 mei nieuwbakken Vlaams parlementslid. Sinds 1999 was ik al afwisselend lid van de Kamer en van de Senaat. Hoe zou u de verkiezingen van 25 mei samenvatten voor u en voor uw partij? Wel, verkiezingen zijn sowieso altijd, dat is altijd een heel rare dag, omdat je hebt de weken daarvoor keihard campagne gevoerd. En dan is dat gedaan en dat is zo toch wel even in een zwart gat vallen. Je gaat dan met de familie nog naar het stemhokje en dan is het gewoon wachten. Dus dat is voor mij altijd wel een moeilijke dag. En dan zie je rond vijf uur ongeveer, vijf, zes uur, zie je de eerste uitslagen binnenkomen. Wel, voor Open VLD, wij zaten in mijn geval dan in een heel moeilijke provincie. De provincie Antwerpen, waar dat de grote kopstukken van de tegenstrevers van N-VA en van CD&V toch wel op de lijst stonden. Dus voor ons kondigde zich dat aan als geen gemakkelijke verkiezing. Maar ik denk dat we kunnen standhouden hebben en dat we daar ook trots op kunnen zijn. Vooral federaal zijn we vooruit gegaan. Vlaams niet, maar is dat een aanpassing aan de situatie van 2010, zijn we eigenlijk nog heel goed stand kunnen houden. Lag uw persoonlijk resultaat in de lijn van de verwachtingen? Wel ja, omdat we dus wel wisten dat het een uitslag moeilijk ging worden, had ik mij op voorhand niet te veel beoogelingen gemaakt en niet te veel eisen gesteld van wat voorkeurstemmen betreft. Ik ben boven de 10.000 uitgekomen en daar ben ik echt wel tevreden mee. Waarom stapt u over naar het Vlaams parlement? Wel, natuurlijk, met de zesde staatshervorming zijn er enorm veel bevoegdheden naar Vlaanderen gekomen. Het zwaartepunt van alle bevoegdheden en van het budget ligt ook hier. En de uitvoering van die zesde staatshervorming, die ik dan zelf ook meegemaakt heb vanuit de Senaat, die gaat hier gebeuren. En ik denk dat dat een ongelooflijke uitdaging is. Er zijn heel veel zaken die hier, die eigenlijk belangrijk zijn voor de gezinnen in Vlaanderen. Combinatie gezin-arbeid, heel veel van die bevoegdheden zitten nu ook hier. Denk maar aan de dienstenchecks, arbeidsmarktbeleid en dergelijke. Dus ik kijk er erg naar uit om die uitdaging hier aan te gaan. Het gaat een hele uitdaging zijn om dat allemaal op te volgen. Er gaan heel veel richtingen moeten bepaald worden die heel belangrijk zijn voor elke Vlaamse burger. Dus er gaat heel veel werk aan de winkel zijn. Ook heel veel samenwerkingsprotocollen die gaan moeten afgesloten worden met het federale en het Vlaamse. Dus in die zin ben ik ook blij dat ik nog in de Senaat terechtgekomen ben als deelstaatssenator. Om dan toch ook nog die voeling te houden met het federale niveau. Wat zal de zesde staatshervorming veranderen voor het Vlaams parlement? Wel, de bevoegdheden zijn natuurlijk overgedragen, maar dan zal het van de Vlaamse regering en ook van dit parlement afhangen hoe snel dat men gaat en hoe snel dat men andere richtingen kiest of bepaalde beleidspistes gaat uitzetten. Daar heb ik nog geen zicht op. Hoe sneller, hoe beter. We gaan dat moeten doen, die uitvoering van die staatshervorming. En ik hoop dat men dat ook heel loyaal gaat doen naar de andere deelstaten toe, naar het federale toe. Maar dat we daar in Vlaanderen dan ook beter gaan van worden, want dat was wel de bedoeling. Hoe actief wilt u uw mandaat hier invullen? Wel, het mandaat als senator is sowieso door die staatshervorming gezien als een niet-permanent mandaat. We zouden maximaal 8 keer per jaar mogen vergaderen. Dus ik denk dat de zwaartepunt van de bezigheden echt wel hier gaat liggen.
Daarnaast is het natuurlijk ook nog een hele mooie uitdaging om van die nieuwe Senaat iets te maken. En we gaan dat moeten doen met al de mensen die daar zitten. En ik hoop dat iedereen ervoor wil gaan. En vandaar ook nog heel interessante dingen te kunnen doen die een meerwaarde betekenen. Ik ben lokaal gemeenteraadslid, dus dat is perfect te combineren. Soms kan je ook wel, en zeker hier in dat Vlaamse niveau, zijn er ook heel wat bevoegdheden die ook lokaal een impact hebben. En dat kan je perfect meenemen met elkaar. Dat heeft met elkaar veel te maken en dat sluit bij elkaar aan. Welke inhoudelijke dossiers ambieert u? Wel, combinatie gezin en arbeid is heel belangrijk voor mij. Ik heb heel veel vrienden en vriendinnen die kinderen hebben, tieners of soms nog jonger. En ik merk hoe moeilijk het is om het werk, het gezin met elkaar te combineren. En heel veel van de bevoegdheden om dat makkelijker te maken, om dat te faciliteren, liggen nu net in Vlaanderen. Denken we aan de kinderopvang, denken we aan dienstenchecks die het makkelijker maken om je gezin te runnen en toch ook nog half of voltijds te gaan werken. Denken we ook aan onderwijs. Dus Vlaanderen heeft eigenlijk de bevoegdheden die het mogelijk te maken om enerzijds economisch vooruit te gaan, om met meer mensen aan het werk te gaan, maar om ook dat nog leefbaar te houden voor een gemiddeld gezin. Ik heb mij in de Senaat vooral bezig gehouden met justitie en ook in de Kamer vroeger. Natuurlijk blijft er nog een heel groot stuk van de bevoegdheid van justitie federaal, maar er komen nu ook wel een aantal zaken op dat vlak naar Vlaanderen. Denken we maar aan de volledige justitiehuizen, de volledige bevoegdheid daarover, de opvolging van enkelbanden. Dus dat is iets wat ik daar ook opgevolgd heb en wat ik hier natuurlijk kan meenemen. Ik ken de geschiedenis daarvan, ik weet daar wel een beetje van, dus dat kan ik inderdaad wel meenemen. Anderzijds zijn er ook heel veel nieuwe dingen en zal ik terug moeten van nul beginnen, maar dat is ook een mooie uitdaging, dat is zoiets nieuws, dat ligt me wel. Hoe kan er volgens u een oplossing komen voor het Antwerpse mobiliteitsprobleem? Wel, voor iemand vanuit de Antwerpse Kempen, ik word daar dagelijks mee geconfronteerd. De afrit waar dat ik gebruik van moet maken op de E313 is Herentals-West. En als je 's morgens naar de radio luistert, dan staat er de file altijd minstens vandaar. Dus ik vind dat een heel belangrijke problematiek, zeker ook voor mijn regio. Economisch is dat een dossier dat enorm veel schade veroorzaakt. Dus die knoop zou zo vlug mogelijk moeten ontward worden. En ik denk dat wij met Open VLD in de aanloop naar de verkiezingen daar een realistische oplossing voor gevonden hebben, die ook rekening houdend met de leefbaarheid van de mensen in de stad Antwerpen, maar die ook heel vlug knopen kan ontwarren op mobiliteitsvlak, die maakt dat ook onze regio niet meer in ellenlange files staat. Ja, ik denk zolang dat die files daar staan en niet opgelost zijn, zal dat een dossier blijven dat enorm belangrijk is en waar dat iedereen toch van, hoop ik, zegt van dat moet niet opgelost worden. En ik zeg het, ik denk dat wij met Open VLD daar een heel realistische piste in hebben bewandeld die zowel rekening houdt met de oplossing van de files, die dat heel vlug kan doen, want je kan tangenten gaan oplossen, je kan knooppunten gaan oplossen. Je moet niet wachten op heel die knoop van Oosterweel om daar al een eerste stap in te zetten. En dat is ook wat we moeten doen, denk ik. Wanneer zal uw mandaat als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Ik heb in het federale parlement een aantal dossiers getrokken die ik heel belangrijk vond en die eigenlijk in dezelfde zin liggen als wat ik daar straks zei, combinatie gezin-arbeid, van hoe pas je de samenleving aan moderne gezinsvormen. Hoe maak je een kader dat voor zoveel mogelijk gezinnen eigenlijk past? Dat was het erfrecht, waar we een stuk gemoderniseerd hebben. En ik hoop dat ik hier ook in dit parlement een klein steentje mee kan verleggen, op zijn minst, om die combinatie gezin-arbeid, om het voor een modern gezin makkelijker te maken om te functioneren in Vlaanderen.